Alle wereldsterren hebben het al gedaan en vandaag is het aan Marie Verhulst. Ik? De 73 vragen van Vogue. Welkom bij Victor Vlogdouw. Hey Marie. Oh hey. In welke kamer zijn we op dit moment? Bij de slaapkamer. Ben je hier vaak? Om te slapen. En slaap je goed? Redelijk, ja. Redelijk. Ben je nog gezond? Helemaal. Helemaal, dat is goed nieuws. Wat is je favoriete plek hier in huis? De tuin. Met wie zit je hier op dit moment? Met Victor, mijn broer, Gert, mijn vader en Ellen, zijn vrouw. En wie is het grappigst? Papa. Wie is het vrolijkst? Ikke. Ja, dat zal wel. Wie is het enthousiast? Jij. Dank je wel. Wie is het meest zorgzaam? Ellen. Aan wie irriteer je het meest? Aan jou. Zeg, dank u. Wie is de rustigste? Papa. Als je een favoriet zou mogen kiezen hier, wie zou het dan zijn? Jij, Victor. Dankjewel. Als je een wereldster zou mogen kiezen om hier in lockdown mee te zitten, wie neem je dan? Kylie Jenner. Rise and shine. Zet je een wekker tijdens de lockdown? Nee. En hoe laat sta je dan op? Ik word wakker rond 8 en dan rond 9 uit bed. Wat is het eerste wat je doet als je opstaat? Sporten of ontbijten. En wat heb je al geopeten? Toast met ei. En wat is je lievelingsontbijt? Toast met ei. Drink je koffie? Ja. En hoe? Zwart. Hoeveel kopjes? Hier eentje. Sport je vaak tijdens de lockdown? Elke dag. En wat doe je aan sport? Zowat met gewichten en sprinthouden. Vind je dat leuk? Het is ook een beetje van de mythes. Welke sport kan je absoluut niet? Niks met een bal, dus geen voetbal of basketbal. Wat is je ultieme sporttip? Het gewoon doen en gewoon bewegen. Sport je op muziek? Meestal wel. En van wat voor soort muziek hou je? Uptempo dingen. Wat is je favoriete eten? Sushi. Wat koop je vaak zelf? Niet zo vaak. Nee, wat is het vreemdste gerecht dat je al gekookt hebt? Ik kook niet zo vaak, dus het is heel bezig. Wat lust je absoluut niet? Rode kool. Heb je een favoriet dessert? Eigenlijk alles zonder chocolade. Wat ga je vanavond eten? Dat weet ik nog niet. Wat heb je gestudeerd? Nee, hoort niet straal, maar ik moet opbouwen. Wat is je allerslechtste gewoonte? Ik ben rommelig. Wat is je beste gewoonte? Ik ben altijd stipt op tijd. Vertel ons, wat is je favoriete hobby? Netflix. Zeker nu. Wat is je droomjob? Wat ik nu doe. Drink je veel tijdens de lockdown? Alcohol? Ja. Beperkt. Ben je echt al zat geweest de afgelopen dagen? Ja. Als je alcohol drinkt, wat is dan je favoriete cocktail? Alles wat jij voor me shaked. Oh, dank je. Wat is je favoriete lockdown outfit? Iets chill. Wat is je favoriete outfit in het normale leven? Ook iets chill, maar meestal zwart. Hoe zou je je kledingstijl omschrijven? Het is mij ooit wel eens omschreven als hipster gothic. Hipster gothic, ja. Dat is speciaal. Shop je vaak? Heel vaak, vooral online. Wat is je favoriete tv-programma? Ik heb er veel nu. De Mol, Expeditie Robinson, Temptation Island. Heb je een guilty pleasure? Thuis. Hou je van dieren? Absoluut. Wat is je favoriete dier? Een giraf of een koe. Je hebt hier ook honden. Wie is je favoriet, Leo of Marcel? Marcel. Wat is je minst favoriete dier? Naaktslak. Naaktslakken. Ben je handig? Soms. Volg je het nieuws? Ik volgde het nieuws in het begin van de coronatijden wel enorm, maar ik werd er niet vrolijk van, dus ik ben ermee gestopt. En hoe volg je het nieuws dan? Op tv of via een appje. Verveel je soms deze dagen? Leo en Marcel! Met die twee hier verveel ik me eigenlijk bijna nooit. Van wie was je laatste sms? Van Charlotte, mijn beste vriendinnetje. En wat stond erin? Dat als we uit lockdown mogen, we absoluut een barbecue moeten geven. Welke parfum gebruik je? Iets van Tommy Hilfiger. Gebruik je nog parfum tijdens de lockdown? Gebruikte, want hij is op. Ik dacht het al. Hou je van reizen? Ja. Wat is je favoriete reisbestemming? Iets zonnig.
En met wie was je op je allerlaatste zonnige reis? Met jullie, met de familie. Naar waar gaat de volgende reis heen? Oh, dat weet ik nog niet, naar iets zonnig. Is er een plek waar je ooit absoluut nog naartoe wil gaan? Zuid-Afrika. Wat is je favoriete plek in België? Antwerpen. Waar kijk je nog naar uit dit jaar? De afscheidsshows van Samson en Gert. En waarom kijk je daar zo naar uit? Omdat ik mag samenwerken met mijn vader en dat vind ik echt heel leuk. Wie mis je het hardst? En mama. Wat zou je haar zeggen? Dat ik heel snel langskom met taart. Wat is het allereerste dat je gaat doen als je hier buiten komt? Langs mijn mama gaan met taart. Goed, en dan de allerbelangrijkste vraag. Wat vind je van Victor? Allerbeste broer en allerbeste vriend. Oh, dat is mooi gezegd.